en super leuk dat jullie kijken naar deze extra Star Stable video. En in deze video ga ik mijn nieuwe huisdier ophalen en dat is de pinguïn. En in deze korte video ga ik jullie uitleggen hoe jij ook deze pinguïn in 4 dagen kan krijgen. Dus heb jij nou heel erg veel zin in deze video, net zoals ik, dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Nou, afgelopen woensdag is de kerstupdate op Star Stable teruggekomen. En het was echt een mega leuke update met super veel activiteit en heel veel missies. Maar het allerleukste was, en wat jullie ook volgens mij het leukste vonden en ik ook, is dat je een soort van wintergroeten hebt die je kan sparen. En als je die inlevert, dan kan je een hele coole prijs winnen. En dat is, tadaa, de pinguïn. Nou, de pinguïn is een huisdier dat je in de zadeltas kan doen van je paard. En hij kan ook naast je lopen en hij kan echt hele coole dingen doen. En afgelopen week ben ik heel druk bezig geweest en heb ik 50 wintergroeten gespaard. Ja, ik heb er exact 50 en nu kan ik dus de pinguïn kopen. Oké, laat ik maar gewoon gelijk gaan beginnen. Ik ga hem kopen. Oh! Ja, het is al gelukt. Ik heb er gewoon 1 keer op gedrukt en nu heb ik hem al. Oh, ik ben zo benieuwd hoe die eruit ziet. Oké, waar zit hij in mijn zadeltas? Oké, hij zit hier zo. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Wat is een mooie zadeltas? Dit is een mooie zadeltas. En dan hebben we de pinguïn. Oh, hij zit in mijn zadeltas. Oh, wacht, dat wil ik eventjes gelijk al zien hoor. Even kijken hoe die eruit ziet. Oh, wat een dik dingetje. In zijn zadeltas, wat ziet het er leuk uit. Nou, zo ziet hij er al heel schattig uit. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat hij naast ons loopt. Dus, oh, maakte hij nou een geluidje? Oh, kijk, daar gaat hij op zijn buik. Daar slijt hij hoor. Oh, wat schattig. Oh, wat is die dik. Kijk hoe die gaat. Oh, hij kan ook nog lopen. Oh, wat schattig. Oh, hij gleed nog even een stukje door. Oh, kijk nou, hier ligt hij hoor. Op zijn buik, in de sneeuw. Maar volgens mij maakte hij ook een geluidje toen ik in mijn zadeltas deed. Ik weet niet of jullie het horen, maar het klinkt echt heel suf. Ik probeer hem goed op beeld te krijgen, maar hij is zo klein dat je hem bijna niet ziet. Er is trouwens ook een nieuw knopje gekomen op de fotomodus. Als je op verberg drukt, dan verdwijnt gewoon je paard. Dus nu kan ik gewoon alleen een foto maken van de pinguïn. Maar oh, wat een scheetje. Ik wil nog even wat vaker ermee lopen, want hij ziet er wel heel leuk uit. Maar kijk, hij gaat nu dus glijden letterlijk op dat ijs. En hij rent mee. Oh, jongens, ik ga jullie dus zo uitleggen hoe je de pinguïn ook in 4 dagen kan krijgen. Maar ik ben heel benieuwd of deze pinguïn... Oh, ik crash er ergens tegenaan. Ik weet niet waar tegenaan. Maar ik ben heel benieuwd of deze pinguïn ook zo gaat sliden als je ergens over rotsen heen gaat. Of gewoon in het normale Jorvik. Want kijk, hij gaat gewoon mee. Oh. Het is wel bizar dat Star Stable een keer een missie heeft waarbij je iets groots kan krijgen in zo'n korte tijd. Want meestal als je dan zo'n exclusief huisdier wil, dan verzint Star Stable wel iets waardoor je er echt mega lang mee bezig bent. Maar nu had ik hem gewoon in 4 dagen. Oké, we gaan het uitproberen hoor. Gaat hij ook sliden op de gras? Ja hoor, daar gaat hij. Hoppatee. Oh, mijn paard. Hij gaat ook gewoon gezellig meeglijden op het gras en op de stenen. Auw, ik denk dat hij straks echt een hele buik heeft met allemaal schaafwonden. Want dit ziet er wel heel pijnlijk uit. Nou oké, jullie hebben nu dus een beetje gezien hoe de pinguïn eruit ziet en dat hij dus echt mega schattig is. En ik ga jullie nu uitleggen hoe je de pinguïn ook in zo'n korte tijd kan krijgen. Want je hebt voor de pinguïn 50 wintergroeten nodig. Nou, hoe krijg je die wintergroeten? Dat had ik ook al een beetje verteld in mijn update video. Maar je krijgt die wintergroeten door races te doen in de kerstwereld en door missies te doen in de echte Jorvik wereld. Nou, er zijn 2 races in het kerstdorp en per race krijg jij 2 wintergroeten. En dat betekent dat als jij elke dag de races doet in het winterdorp, je al 4 winterwensen krijgt. Winterwens, wintergroet, ik zeg het volgens mij steeds verkeerd, maar maakt niet uit. Dus als jij alleen al de races doet in ongeveer 14 dagen, dan heb jij de pinguïn al. Maar ja, ik had hem natuurlijk in 4 dagen en je kan hem in 4 dagen krijgen door ook nog de extra winteractiviteiten te doen. En de extra winteractiviteiten die kan je vinden door naar het blauwe licht te gaan. Nou, die activiteiten die zijn echt de hele dag door en die veranderen ook steeds per uur. Maar je kan per dag maximaal 9 keer een activiteit doen waarbij je een muntje verdient.
Dus als jij 9 keer een activiteit doet, krijg je 9 muntjes. Maar bij sommige activiteiten, bij die lichten, krijg je meer muntjes. Dus soms heb je ineens 2 muntjes of 3 muntjes, maar meestal krijg je 1 muntje. Dus als jij alle activiteiten op 1 dag doet, dus je gaat elke keer naar zo'n blauw licht, dan heb je al minimaal 9 muntjes. Nou, en als jij dan alle races op 1 dag doet en je doet alle activiteiten op 1 dag en je doet dat 4 keer achter elkaar of gewoon 4 dagen, dan heb je de pingwing al. En het is echt super leuk om allemaal te doen en het is ook heel leuk om het gewoon gezellig met z'n allen te doen. Dus vraag gewoon gezellig mensen in de comments, in de global chat of zo, die dan met jou mee kunnen zoeken. Nou, ik ben echt mega benieuwd of jullie ook voor de pingwing gaan. En laat ook zeker weten in de reacties of het jou is gelukt na deze video. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen uiteindelijk de pingwing hebben gekregen. Nou, en ik hoop dat jullie deze... daar gaat hij weer, ging vliegen. Nou, ik hoop dat jullie deze extra video heel erg leuk vonden. Het is gewoon een keer spontaan een extra video, omdat ik dit gewoon zo super leuk vind. En ik hoop jullie ook. Nou, vond je dit nou een hele leuke, leerzame video? Doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Want ik maak nog veel meer Star Stable video's. Dus ja, doe dat zeker. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!